Goeie. Ja, daar ben we weer. Vorig jaar hebben we een filmpje opgenomen. We zitten weg in lockdown. Het is gewoon déjà vu. We zijn er weer. Hoeveel film kan het wijzen? Maar ja, het lijkt mij toch wel even goed om iets van het bestuur waar ik naar je daar te delen. Ja, we hebben natuurlijk een lastig ier gewoon. Een ier wat mij vallen en opstingen gang. Dan weer een onderbreking van de corona, dan komen we wel los. Nou, we dachten uiteindelijk naar december van, we kunnen helemaal wel los. Nou ja, en je bent weer in een lockdown. En we net aan het voetballen, we net aan het trainen. Ik sta hier nou vlakbij Uze Boksen. Je ziet dat ik. We zien je een prachtige foto van drie jeugdleden van huis. Nou ja, die hingen hier volle meer. Ja, ik hier natuurlijk graag een Rennenwold. Werd een hoop jeugd en spelers om je heen een vlijn. En ja, druk met de trainingen, druk in de voorbereiding van de wedstrijden. Ja, het mij nog helaas aan het wijzen. Het is buitengewoon verfilmd. Ja, het is een beetje gebroekelijk om waarom te blikken en vooruit te zien, als ik dit praatje even hoor. Waarom? Wat ben het per bijzondere mijlpaal wat eigenlijk vorig jaar gebeurd is? Nou, even los van corona, want daar hebben we het vaker nog gewoon. Ik denk dat een belangrijke mijlpaal is dat we 22 april wel even neer me kennen. Toen ben wij verkozen tot de beste sportaccommodatie van Nederland. Ben ik samen met Jaap van Bruggen in Gelderland geweest. En daar wonnen we die verkiezing. We zijn er heel ongedwongen ingegaan. En ja, het was een grote verrassing dat we het wonnen. Want er waren twee hele grote concurrenten. Wat gaat de trotslag, jong? Dat is toch steeds maar onze sociale houding. De hoeskamer van Burgen, ons nieuwe sportcafé. En het idee wat we daarmee gaan willen om de verbinding maar op het dorp daar te creëren. Dat had toch de trotslag geweest. Nou, daar ben ik druk mee bezig om dat goed in te vullen. Om daar dadelijk allerlei activiteiten van u te organiseren. Tot Jaap van Bruggen samen met mijn Nienke. Nou, dat weer een heel mooi gebeuren. Na december ben ik begonnen met de voetballen. Nou, zoals ze van wat is daar nou van bijzonder zo? Nou ja, voor dat oranje hier weer dat best wel bijzonder. Ja, we kwamen ook in een situatie dat wij geconfronteerd waren met het feit dat we maatregelen nemen moesten. Sterker nog, we waren vanuit de oerhit verplicht om te controleren. Een zogenaamde QR-code controle. Nou, daarvan gaan wij als bestuur zijn, dat gingen wij net aan. A, wij willen onze vrijwilligers daar net ontbleerd stellen. En B, misschien wel de belangrijkste reden, wij willen net meewerken. Om een polarisatie binnen onze eigen vereniging. Wij staan er als bestuur zijn dat we vinden dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid had om te kiezen van wel of net gevaccineerd te zijn. Goed, dat weer een beetje 2021, 2022. Ja, wat staat er dan voor u te wachten? Nou, dat bent al wel een paar dingen. Belangrijk is dat de nieuwe Leidse Westermarkt bijna klaar is. Simon Spritsma weer de projectleider en samen met Wopke Bijker en student van de ROC Free Sport, die mag net vierten, die gaan een groot gedeelte van de bouw remakken. Safir, dat de mob en de fopploeg het verbinden armeidje kan, dus we hopen dat dat in de komende maanden klaarwijzen kan. Hartstikke mooi, man. Echt een mooie kopie, zeg maar, qua look and feel van de grote nieuwe Westermarkt. Oordeling wat te gebeuren is dat wij als bestuur Aron Tiet het werken gaan om het realiseren van een nieuw beleidsplan. We hebben een fusieplan en wij vielden wel het moment nou clear weer dat wij zijn van ja, wij stappen vanuit een fusieplan eigenlijk nog wel echt naar een beleidsplan van FC Burgen. Het fusieproces, ja, dat is natuurlijk net een proces waar het zei van nou en nou is het clear. Nee, dat gaat nog wel even droog. Maar we zijn, het is nou wel zaak dat FC Burgen voor mij een eigen idee, eigen identiteit, een eigen plan de komende drie jaar onder de bak geeft. Per speerpunt daaruit is dat we willen dat onze vrijwilligers dat op orde komt. Dat er voldoende vrijwilligers binnen om alles goed te regelen. Dat wij ons het meidje om een inclusieve vereniging te wijzen. Dat we ons ook actief opstellen ze, ten opzichte van een antidiscriminatiebeleid. We gaan helaas aan het einde van het seizoen, of eigenlijk aan het einde van het oranje hier, een vervelend incident meemaken bij de Heren 1. Daar waren een speler, uitscholden. Discriminatie-uiting wie dat. Die speler besluiten van het veld te stappen en het hele team weer solidair. Dat steunen wij als bestuur volledig.
Het probleem lijkt nu bij de KNVB. Dus zal de KNVB nog iets van Finematten. We zijn heel nieuwsgierig wat het is. We hadden dat heen, hadden er nog niks weer. Maar dat is wel een heel belangrijk ding. Dat wij u zegt hurt vermijden. Ten eerste van eer dat we hier de regenboogvlag op het park water in hebben. Dat wil zeggen dat we voor iedereen u hurt meidje willen. Een oorbelangrijk item van 2022 is dat langzaam maar zeker de KNVB de move meidje geeft van zaterdag snijsvoetbal naar langzamerhand het weekendvoetbal. Dit jaar ben er nog verenigingen die de oerstap onkondigen van de snij uiteindelijk en de zaterdag. Ben er best wel een hoop Friese ploegen die oerstap meidje. Ja, dat kan consequenties hebben. Dat kan consequenties hebben voor de competitieindelingen, voor de klasseindelingen. Dat kan consequenties hebben voor de aanvangstien. Kan misschien consequenties hebben voor het feit dat wij als ploeg die normaal op zaterdag prestatievoetbal spelen. Misschien ook wel een keer op snijn prestatievoetbal spelen. Maar dat weten we net hoe dat precies komt. Maar dat daar wel wat in verorging zit, dat is een ding wat wis is. Nou ja, voor de rest hoop ik dat we gewoon heel gauw weer voetballen kennen, dat we heel gauw weer trainen kennen. En ja, dat we gewoon weer willen meidje kennen, maar ook zoals mijn nijde wedstrijd, die nijs zit. We hadden er even een preun. We hadden draai en draad hebben we jong. Nou, dat is natuurlijk door de activiteitencommissie fantastisch oppakt. Nog even een compliment naar die activiteitencommissie. De bingo, de kerstbingo. Weer een daverend succes. Nou ja, wij hopen dat we dat succes ook weer 40 maal of vieren kennen. Rest me nog dat ik eigenlijk nog wel even de peermeesing bedanken wil die het aanronoteerd heel volle werk voor u zo zet gaan. Dat ben vooral volle meesing in het bestuur. Richard van der Vliet, die het heel volle rekken werk voor u altijd verzet had. Die het afscheid nemen zal. Werd wij inmiddels een vervanger vervangen. Ik ga nog net vertellen waar het is, want dat komt letter wel. En ik wil Aten Ritsma even specifiek benemen, die het mij voetbalzaken eigenlijk in een te krappe bezetting enorm volle werk verzet haar. Om toch te zorgen dat iedereen binnen de coronamaatregelen die het jelle toch voetbal mogelijk maakt. Teamindelingen, trainers beschikbaar stellen, leiders vinden, neem maar op. Nogmaals, ik wens je een enorm zoen, lokkig en sportief 2022 daar. En ik hoop dat we elkaar hier heel gauw weer zien. Ontzettend.